Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 46 in België. Heb jij de vorige aflevering in Engeland gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtbovenop ietsje kleter op je die aflevering verschijnen. Even wat ander nieuws. Er gaat een rijder weg. Een rijder gaat stoppen met de Formule 1, dat is Valtteri Bottas. Daar nemen wij dus afscheid van, maar eerst gaat hij nog dit seizoen afmaken. En we beginnen natuurlijk met de kwalificatie hier in België. Een snel intro, maar goed, beter snel dan niet. We zijn er dus aanbeland bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. We zitten alweer op de helft van het seizoen, als ik dat goed zeg. Het schiet al aardig op. En dat is gewoon de bedoeling. Dit is alweer aflevering nummer 10 van seizoen 4. Nog 6 ronden te gaan en dan zit dit seizoen er ook al weer op. Dan moet ik even kijken of het nog zin heeft om seizoen 5 misschien nog te uploaden. Dat kan misschien, maar dat wordt dan een heel kort seizoen. En dan gaan we ons opmaken voor F1 2021. En het is een P1 in Q1. Snelste ronde tot nu toe. En we zijn gewoon 3/10 los van Lewis Hamilton. En George Russell naar P10. Q2 verloopt helaas nat. Het regent hier. Ook tijdens de wedstrijd kan het gaan regenen. Dus daar moeten wij voor oppassen. En Eau Rouge en Radeon zijn nu wel wat gevaarlijker dan normaal. Want je kan de auto daar gewoon nu makkelijker verliezen. We komen aan bij de busstopchicane. En Lando Norris zet een 1.53.7 neer. Gasly zet een 1.54.2 neer. En wij een 1.54.4. Dat is niet genoeg om door te kunnen komen naar Q3. En die kwalificatiedeel, dat gaat ook droog verlopen. Want de baan wordt droger en droger. Want de regen wordt natuurlijk minder. 3/10 onder onze eigen tijd gedoken. Dat is gewoon heel goed. Dat is inmiddels 5/10 een halve seconde gewoon sneller gegaan. Paars in sector 1, groen in sector 2. De vlag hangt uit over ongeveer 25 seconden in Q2. Waar komen wij dan te staan? Beetje de curbzone meegepakt en het is een P3 op 16e van Valtteri Bottas. Dat is goed. We zijn door naar Q3. En George Russell ook. Het was nog nat namelijk aan het begin van het kwalificatiedeel. En dus heb ik besloten om heel laat te gaan. Dit is dus nu mijn eerste run wat ik dus ga doen. Je ziet ook dat ik gewoon heel lang wacht omdat er gewoon de rest nu zijn tweede run gaat doen. Die is nu een outlap bezig en ik wil me daar niet aan storen. Dus ik ga extreem lang vertragen. En dan gaan we kijken of we misschien naar de pole position kunnen toerijden. Daar gaan we dan voor onze eerste run in Q3. Hopelijk kunnen we nog een tweede run erachteraan doen, maar je weet het maar nooit. Het was daar geel op Camel Street, maar het is nu weer groen. We komen aan bij Eau Rouge en Radeon. Nemen we gewoon goed, dan trekken limits waarschuwing, maar het is geen probleem. Waar komen wij terecht? Van P10 met nog geen tijd naar de pole position. Hoppata, een 1.44.906. Snelste tijd tot nu toe, maar er zijn nog mensen aan het verbeteren. Dus wij kunnen er gewoon nog een run erachteraan plakken. Volgens mij komt een Mercedes als eerste overstartfinish, dus daar moeten we op gaan letten naar zijn tijd. Want Bottas staat op P2, Russell staat op P3 en Lewis Hamilton kan er ook nog wat van. We zetten paars in sector 1 neer, 17e sneller, dat is hartstikke goed. We zitten in sector 2, met nog ongeveer een halve minuut te gaan.
beetje op die curbstone, maar dat is niet zo erg. Mercedes komt bij de busstopchicane. Ik denk dat dat Valtteri Bottas is. En hij pakt de pole van ons af met een 1.43.927. We staan dus naar P2. Maar Vettel klimt naar P3. Leclerc klimt naar P3. Wat wordt dit spannend, mensen. Verstappen naar P2. Duwt ons naar P3 toe. Sainz naar P3. Wij staan dus nu op P4. Norris naar 5. Waar staat Russell? Dat weet ik niet. Ocon duwt ons naar P6. Lewis Hamilton pakt de pole position met een 1.43.678. Maar wij komen hier nog als laatste over start-finish. Wordt dan dit de pole position? We staan op P7. Het wordt... Excellent lap. We're really pleased. De pole position. Yes! Extreem goed gedaan. Het was spannend. En Russell naar P4. Maar wij pakken dus de pole position. Lewis Hamilton naar P2. Valtteri Bottas naar P3. En we hebben het gewoon op een... Ja, op een compound gedaan. Want de rest is allemaal van inters naar soft. En wij zijn gewoon naar de softbanden gegaan. En vertrekken dus vanaf pole position voor de grote prijs van België. We gaan ons opmaken voor carrière aflevering 46. Laten we kijken of we ook de wedstrijd gaan winnen. Daar gaan we dan voor de grote prijs. We're in Belgium once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race the great Ayrton Senna won 6 times. And in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Bottas, Russell, Max Verstappen, and Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, and Sebastian Vettel, Albon, Gasly, Lance Stroll, and Magnussen, Delatraz, Grosjean, Sergio Perez, and Daniel Kvyat, Latifi, De Vries, Matsushita, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. That's it then, it's time to go racing, as we head to trackside for today's race. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Aan het einde van de wedstrijd kan het gaan regenen, dus daar moeten wij voor oppassen. Maar eerst de wedstrijd en de start zien te overleven. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 46 van My Team Career Mode. We starten vanaf pole position, Hamilton op P2, Bottas op P3... En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lewis Hamilton. Remy al hier alweer naar de eerste bocht. Maar we worden van achteren getoucheerd door Hamilton. Die zijn voorvleugel daar kwijt is. Bottas heeft ook een probleem. Want hij raakte Lewis. En daardoor raakte Lewis ons. En Bottas en Hamilton hebben beide een voorvleugelschade. Dus die gaan ver terugvallen. En Mercedes moet dan ook een dubbele pitstop doen die extra lang duurt voor beide coureurs. Hamilton zit wel in mijn slipstream. Sainz naar P3, Norris naar P5. De McLaren zitten er gewoon bij en Russell heeft een plekje verloren. Gat naar Lewis Hamilton is al 1,3 seconden. Komen we aan bij ronde nummer 2 en Lewis Hamilton duikt de pitlane in. Hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas. Dus die gaan net als de vorige wedstrijd in Silverstone een dubbele pitstop maken voor beide een nieuwe neus. En dat gaat ze heel ver terugbrengen. Voor de tweede keer op rij geen prettige dag voor de heren van Mercedes. En Russell naar P4. Paars in sector 1 neer. 2,3 seconden sneller.
Dat is goed om te zien. Carlos Sainz naar P2 en Norris naar P3. Daardoor rijdt McLaren 2 en 3 en heeft een dubbel podium in handen. Bottas komt nu uit de pitstraat en is nu pas bij bocht 1, terwijl wij alweer bijna bij sector 3 zijn. Dat verschil is heel groot. We gaan ronde nummer 8 alweer in. Het gat naar Carlos Sainz is 10,5 seconden. En we gaan naar binnen volgens de planning en we gaan naar de medium band. Maar ik weet niet wanneer die regen komt, dus ik denk dat wij gewoon naar de soft banden gaan. En we gaan kijken wanneer die regen komt. Ze moeten het sowieso tot ronde nummer 16 volhouden. Want we gaan in ronde nummer 8 naar binnen. Russell gaat dan dus naar de leiding. Sainz naar binnen. Norris blijft buiten. Leclerc blijft buiten. En we komen trouwens maar net achter Lando Norris terecht. Oké. Dus we hadden best wel een grote voorsprong naar George Russell. Het is al wat bewolkter gaan worden. Maar ik denk niet dat die regen er nog komt. Dat duurt nog denk ik een ronde of, wat zou het zijn, 10? Een ronde nummer 19, ik weet het niet. We moeten het gewoon afwachten en kijken wat het weer doet. We rijden wel naar Lando Norris toe. Ronde nummer 9. En Norris is wat sneller. Wij zitten hier in de slipstream, maar kunnen niet bij die bocht aanvallen. We keken daar wel, maar dat lukt helaas niet. George Russell gaat naar binnen. En wij zitten hier aan de binnenkant van de busstopchicane. En het is P2. Aan Norris ging ook gewoon naar binnen. Dus ja, die inhaalactie was eigenlijk niet nodig. Maar goed, weer de leiding heroverd in ronde nummer 10 alweer. Het schiet al aardig op. Nog 12 ronden te gaan. En Russell is dus naar binnen. Twee ronden later en het is wat bewolkter gaan worden. En Russell naar die harde band. Oh mijn god, wat heb je gedaan? Waarom niet naar die mediums? Of waarom niet naar de soft? Dat is gewoon knoeiwerk van mijn team om Russell naar buiten te sturen op de harde band. Waarom? Want de rest rijdt allemaal op de medium compound. Dus Russell is langzamer dan Norris. Langzamer dan Verstappen. Zeg maar dag-dag podium. Nou, dat dan ook weer niet, maar... ja, tot nu toe. Dag-dag podium. Ronde nummer 13. En het is gaan regenen. De druppels vallen op de lens. Die vallen ook op de halo. Dan is nu de vraag, hoe hard gaat het regenen? Gaat het zachtjes regenen? Of gaat het in één keer keihard regenen? En moeten we misschien al de volgende ronde naar binnen? In de ronde nummer 14 van de wedstrijd. We zitten in ieder geval over de helft. Gat naar Carlos Sainz is 21,1 seconden. Russell zit maar op... ja, waar is het? 15e van Carlos Sainz. Dus dat doet hij wel goed. De pitwindow gaat open. En wanneer gaan wij naar binnen voor de pitstop om te switchen naar die intermediates? Dat is al aan het einde van ronde nummer 14. Want een ronde langer door en dat redden wij gewoon niet. Dus we duiken naar binnen voor de natte weerbanden. DRS is ook gewoon uitgeschakeld nu. Heel veel jongens gaan ook naar binnen. Russell zit wel bij Sainz te kijken. Maar ik denk ook dat Sainz en Russell gewoon naar binnen komen. Een hele goede pitstop. 1,9 seconden.
Het heeft ons maar 21 seconden geschild. En George Russell is naar binnen gedoken voor zijn pitstop. Voor de intermediates in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Er zijn nog 7 ronden te gaan. Norris is buiten gebleven. Uh-oh. Lando Norris is buiten gebleven. Dat is gewoon heel fout. Het is daar geel en de safety car is uit. Daar gaat onze voorsprong van een halve minuut. Want Valtteri Bottas is uitgevallen in de wedstrijd. De volledige safety car is uitgeroepen en dit is niet wat ik wil. Omdat gewoon de voorsprong die we hebben, 32 seconden, zometeen in één keer 0 seconden is. En daar baal ik toch wel van. Vind ik wel jammer. Maar goed, het is niet anders. Dit is gewoon de beslissing van race director Michael Masi. En hier heb je de safety car al. Dus we moeten nu langzaam rijden. En Sainz heeft gewoon een gat van 33,4 seconden naar ons. Dus hij moet dat zien dicht te rijden. En helemaal achteraan rijdt een Alfa Romeo. Van Kimi Räikkönen of Antonio Giovinazzi. Maakte daar een fout? Want ik zei os. Maar goed, er is hier geen os. Ik wou of zeggen, dus mijn excuses daarvoor. Het gat is nog steeds 28 seconden. Ronde nummer 19 alweer. Het ziet al lekker op. Nog 5 ronden te gaan in de wedstrijd. Het is gewoon steeds harder en harder gaan regenen. Je ziet gewoon, ja, de druppels gewoon vallen op de camera. De safety car duikt uiteindelijk naar binnen. Hij had eigenlijk al lang een ronde eerder kunnen gaan, maar dat deed hij niet. Eigenwijs stuk een sooi. Dat mag ik niet zeggen. De vraag is, kan George Russell profiteren van Carlos Sainz? Wij gaan hem zometeen ophouden. Een beetje teamtactieken ondernemen. Want ik wil graag dat 1-2'tje behouden. Dan nemen we nog een grotere voorsprong naar Mercedes in het klassement. Want dat is al groot geworden. Dus ik ben heel erg benieuwd. We rijden tot nu toe langzaam. We doen het steady. We controleren de pace. En Sainz rijdt gewoon naar ons toe. Dat gat is 14e, een halve seconde nu. We doen het heel rustig aan bij deze busstopchicane. We geven een soort van breektestjes. Lekker langzaam. En we gaan op ons gas. En Sainz is gewoon niet wakker gebleven. Dat gat is al 1 seconde. Oh mijn god. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Zeg maar dag na je overwinning van Carlos Sainz. Want er zijn nog maar 3 ronden te gaan in de wedstrijd. Ik denk dat we hem binnen gaan halen. Het gat is alhoewel 16e naar Sainz. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van België. Dat gat is nu inmiddels 2,2 seconden geworden. Lekker groot. Russell naar P3 pakt gewoon weer een podium. Dat doet hij goed. Weer een dubbel podium. We hebben tot nu toe in bijna alle grote prijzen een dubbel podium gepakt. Alleen in Spanje volgens mij niet. Daar viel Russell uit. Hij lag op P3. Maar tegen het einde van de wedstrijd viel hij uit. En als het zo eindigt, dan ja, is het WK misschien al binnen? Vraagteken. Het gat is 2,7 seconden. We hebben wat schade aan de versnellingsbak. Die gaat ook worden verwisseld in Italië. Want deze versnellingsbak is al volgens mij al 10 races oud. Dus we doen het goed op deze versnellingsbak. We moeten alleen het hoofd koel zien te houden. Dat doen we niet. Oh fuck. Oh shit. We houden niet het hoofd koel. We maken een fout. En Sainz profiteert. Rijdt tegen onze achterkant aan. En Russell kan hier profiteren. We schieten hier wel een klein beetje door. Want de stress begint me nu in één keer
in de vingers te werken, want ik heb deze race een paar uur geleden zelf gespeeld. Russell gaat naar P2. Betekent dat dat we een 1-2'tje gaan halen? Ondanks deze fout van mij. Sorry Carlos. Dat was gewoon niet mijn bedoeling. Ik verloor daar gewoon de auto. En ja, het spijt me. Maar ik denk dat wij een 1-2'tje gaan halen. Vorig seizoen was het ook al raak. Toen pakten we dat snelste race onder punt. Toen won Russell de wedstrijd. Ook in de regen. Nu is het andersom. Wij finishen nu als P1. Pakken ook nog snel het race rond de punt. Russell naar P2. Sainz toch nog naar een podium. En dit is gewoon een heel goed weekend. En we gaan ons opmaken voor de grote prijs van Italië. Congratulations. What a great race then, and what a magnificent victory here at the Belgium Grand Prix. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hier wij dan dus de uitslag van de grote prijs van België. Wij winnen dus de wedstrijd. We pakken ook een snelste race onder punt. George Russell naar P2. Carlos Sainz naar P3. En Pierre Gasly krijgt Driver of the Day. Max Verstappen naar P4. Ocon naar P5. Charles Leclerc naar P6. Pierre Gasly dus naar P7. Lando Norris naar P8. Vettel naar P9. En Alexander Albon naar P10. Hamilton toch nog naar een P12, ondanks die drie pitstops die hij heeft gemaakt. De meeste samen met Bottas van allemaal. En we pakken gewoon 26 punten in totaal. En de constructeurs is gewoon 44 punten erbij geschreven. Dat is alleen maar goed. Dat betekent 89 punten verschil naar George Russell. 196 punten verschil naar Mercedes. Misschien is het kampioenschap al vergeven, misschien ook niet. Maar we gaan ons opmaken voor de volgende aflevering in Italië, mensen. Deze aflevering zit er dus op. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan vooral met een like. Heb je niet genoten, beloon dan met een dislike. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career met content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Volg me even op sociale media, mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. Als er nog iets beter kan moet worden, zet het dan in de comments. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020. My Team Career Mode, we gaan verder in Italië.